Hallo allemaal, welkom terug en goedemorgen. Het is vrijdagochtend, heel erg vroeg. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een echte fanboy, een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld, of all time. Als je kijkt vandaag, is wel interessant. Als je kijkt onder het nieuws, dan kunnen we zien dat The Guardian een interview heeft gedaan met burgemeester Halsema. The Guardian is een Britse krant. Ik vind The Guardian niet zo'n goede krant. Er zit ietsje te veel vreemd activisme zitten erin. En dan voortdurend maar gillen over racisme en weet ik van wat. Ik vind The Independent, vind ik dan een betere krant. Maar goed, vroeger las ik The Guardian veel. Een tijdje in Londen gewoond. En mijn ontbijtding, waar ik mijn ontbijtje haalde, daar lag hij altijd gratis. Dus ik heb in Londen ben ik wel een jaar lang gratis The Guardian gelezen. Maar dat was lang geleden. En sindsdien is het allemaal veel activistischer geworden. Onze burgemeester zegt geen nieuwe dingen in dit interview. Ik vind het wel weer een fantastisch leuke foto, maar ja, daar hebben we het over gehad. Moet je kijken. Deze mevrouw, de burgemeester van Amsterdam, onze fem, die weet niet hoe ze er slecht uit moet zien. Ze weet gewoon niet hoe dat moet. Dat hebben ze haar niet geleerd. En anyway, waar gaat het interview over? Nou, het gaat over de Wallen, de Red Light District. Ik had er al een video over gedaan. En ze zegt eigenlijk niks nieuws. Ze zegt min of meer hetzelfde wat ze in de Nederlandse media zei. Namelijk, het is een zootje op de Wallen. Er moet iets gebeuren. En ze heeft het niet helaas over het helemaal sluiten van de Wallen. Ik vind dat het wel helemaal dicht moet. Ik vind het een afschuwelijk stukje Amsterdam. En ja, weet je, zelfs als je het dichtgooit, bedoel, dan wordt het al andere uitgaansgelegenheden. Dan hou je nog steeds die enorme hoeveelheden toeristen daar. Op de Wallen is het zo druk. Dat is jij je enkel verzwikt of een hartaanval krijgt. Dan kun je het helemaal vergeten. Er komt helemaal niemand je helpen, want niemand komt door die mensen. Maar ze zijn politie niet, ambulance niet. Maar goed, en wat ze hierin zegt, en dat ja, vind ik wel een aardig argument. Ze zegt van, kijk, mensen die drugs gebruiken, weet je, dus harddrugs, en een dealer bellen, zo'n dealer komt langs. Die dealers zitten in een milieu, en het zijn vaak jonge mensen. Weet je, jouw levensstijl, jij wil af en toe een beetje experimenteren met drugs, brengt wel andere mensen in gevaar. Ik vind dat een krachtig argument, weet je, voor de vermogende Amsterdammer, die het zich kan veroorloven om inderdaad pillen en cocaïne te doen. Die mensen bellen, dan komt er een dealer langs, dus vond ik wel aardig, vond ik dat. Ik zou zeggen, ga dit lezen, lieve mensen. Goed interview, maar het is een beetje rehash van alles wat ze in de Nederlandse media al gezegd hebben. Ik vind het wel leuk dat Guardian een interview met haar doet. Waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, ik ben ziek. En ik ben nu aan het kwakkelen met mijn gezondheid, mevrouw de burgemeester, sinds voor de kerst. De kerstvakantie begon, ik ben meteen ziek. En ik word wel vaker ziek, maar bij mij, ik word nooit echt ziek. Het zet nooit door. Dus ik heb griepverschijnselen. Maar zonder de koorts. Dus ik kan gewoon door blijven lopen, zeg maar. En dan neem ik, weet ik niet, wat extra sinaasappels. Of een komsoep. En dan gaat het meestal wel weer over. Echt koorts. Nou, dat heb ik jaren niet gehad. Echt wel 7 jaar of zo. Ik word gewoon nooit echt ziek. Maar voor de kerst was het dus raak, mevrouw de burgemeester. Hoge koorts. En toen heb ik echt 2 dagen helemaal niets kunnen doen. Dood en doodziek in mijn bed gelegen. Het was zo erg dat ik mijn smekend en huilend
En chockvol zelfmedelijden. Mijn arme ex-vrouw moest opbellen. Help, kun jij voor mij koken? Ik kan helemaal niks meer. Kan de kattenbak niet verschonen? Help, wil je me helpen? En dat heeft ze gedaan, mijn ex-vrouw, schat van mens. En toen begon het nieuwe jaar. En toen heerste er buikgriep of zoiets op de school van die kleine. Dus die kleine kwam thuis met buikgriep. En alles kwam eruit. En die stak toen mijn liefstallige ex-vrouw aan. Dus die werd ziek. Die kreeg ook een vorm van griep. Maar ik had niks. Ik dacht zo, dat gaat goed. Ik was natuurlijk ook al ziek geweest. En nu heeft mijn ex-vrouw mij weer aangestoken. Dus ergens gistermiddag, ik voelde me al niet goed. Maar ergens gistermiddag, wauw, ik zag vlekken. Ik zag sterretjes. En toen ben ik naar het toilet gerend en hoppa. En toen ben ik heel lang op het toilet wat quality time doorgebracht. En toen ben ik rillend van de koorts mijn bed ingekropen. Ik voelde me echt helemaal niks. En vannacht werd ik wakker en toen kon ik weer langdurig op het toilet boven de poort hangen. Oh, mijn maag. Nou, iedereen heeft natuurlijk wel eens last van zijn maag of van zijn buik. En wat is daar nou de beste oplossing voor? Nou, als je echt alles eruit gooit en je hele maag is leeg en je houdt niks binnen, dat je echt helemaal niks meer kan eten en niks meer kan drinken, word je heel zwak, word je heel slap. En wat ik dan adviseer, dat is Gunpowder Tea. Het staat hier. Het is een vorm of Chinese tea in which each leaf has been rolled into a small round pellet. Its English name comes from its resemblance to grains of gunpowder. This rolling method of shaping tea is most often applied either to dried green tea or oolong tea. Nou, ik vind de Gunpowder Tea de groene thee. Vind ik het lekkerste. En ik ga laten zien welk merk. En dat is echt, echt goed voor je buik. En goed voor je maag. Gewoon sowieso is het goed. Kijk hier, hier staat hij er al tussen. Dit is hem. Maar dat is bij Amazon. Dat is ook bij Amazon. Je moet niet bij Amazon die tegenkopen. Dit is hem. Dit merk zit in vierkant doosje. Mijn internet is vandaag wel een beetje heel erg langzaam. Zal ik even zo. Dial-up modem uit. Ja, nee. Kijk, voilà, deze. Ik koop hem inderdaad van 50 gram. Dat is een grote vierkante pot. Is dat het? Dit is karton. En hierin zit een soort witte zak. En daar zit die gunpowder in. Fantastisch lekkere thee. Hier heet die Dragon's Tower. Je hebt hem ook, dan heet die Special Gunpowder Tea. Hier heet die Temple of Heroes. Hier in Nederland verkopen we ze gewoon. En dan staat er niet op China Green Tea, maar dan staat er Chinese groene thee op. En dat zou je moeten kunnen vinden. Gewoon bij iedere internationale supermarkt die er is. En het kost niks. Je hebt ook nog een grotere verpakking voor als je groot gezin hebt. En je hebt een piepkleine verpakking voor als je alleenstaande bent. Die wat meer variatie en smaak wil. Dit is de lekkerste groene thee die er is. En als je goed ziek bent, weet je, helemaal voor je maag. Oh, het is een absolute droom. Ik drink hem niet te sterk. En ik gebruik zo'n zeefje. Ik ben het nu ook aan het drinken. En toen ik vanmorgen uit mijn bed kwam, mevrouw de burgemeester, mijn maag deed zoveel zeer. Echt waar. Oh, en ik zag er zo slecht uit. En die smaak in mijn mond. Ja, op een gegeven moment kun je je tanden blijven poetsen, maar ja, ophoestend zuur, dat niks helpt natuurlijk. En wat ik dan doe is een grote kop gunpowder tea van dit merk. In zo'n netje, in een groot glas. Met veel suiker. En dat helpt. Dan heb je tenminste wat in je maag zitten. Ik weet niet, heeft u een sterke maag, burgemeester? U zult wel een hele sterke maag moeten hebben natuurlijk met zo'n functie. Ik zou maagzweer krijgen als ik de burgemeester van Amsterdam was. Ik zou het echt niet trekken.
Dus mevrouw de burgemeester, als u nou de volgende keer gaat shoppen, zou zij de boodschappen trouwens doen? Of zou Robert Oei de boodschappen doen? Misschien bestellen ze gewoon, weet je, dat er een, zo'n, bij Albert Heijn online of bij iets anders. Of misschien een hulp die de boodschappen doet. Ik kan me niet voorstellen waar zij de tijd zou vinden om ook nog de boodschappen te doen, ook nog schoon te maken. En voor die twee vervelende tieners te zorgen. En de burgemeester van Amsterdam zijn. Je moet er niet aan denken. En ondertussen zie je er dan zo uit. Hoe doet ze dat? Ik begrijp er niets van. Ik ben er wel heel blij mee. Niets dan lof, maar hoe doet ze dat? Dat soort vragen zouden ze er moeten stellen. En niet van, vertel eens over de Red Light District. Heb je vroeger wiet gerookt? Wat vindt u ervan als mensen bitch of hoer tegen je zeggen? Ja, niet leuk natuurlijk. Wat denk je? Niemand vindt dat leuk. Ik vind dat ook niet leuk. Want je zou moeten vragen, wie doet de boodschappen? En wat is uw favoriete groene thee? Drinkt u wel eens groene thee? Nou, mevrouw de burgemeester, deze moet u hebben. Dragon's Tower Chinese Green Tea Special Gunpowder. Probeer dat een keer. Lieve mensen, dat was hem weer. Volgende keer.